Zo fout is die foute man helemaal niet. Nee, het is eigenlijk vanuit biologisch perspectief is die foute man eigenlijk de kwaliteit goede genen. Alleen aan de andere kant willen vrouwen ook een stukje zorg. En daarvoor gebruiken ze gewoon een dubbele strategie. Misschien hebben we nog wel een leuk testje waar we een klein beetje kunnen uitleggen hoe dat werkt. Kom maar op. Oké. Okay. Patrick van Veen heeft als demonstratiemateriaal 4 mannen meegenomen. En ik heb wat vrouwen bereid gevonden om mee te doen aan deze test. Wie gaan ze kiezen? Man 1 is een man met zachte trekken en dat associëren vrouwen automatisch met betrouwbaarheid. Man 2 is het verzorgende type, de metroman. Man 3 is de typische alfaman. Harde kaaklijn, scherpe trekken en dus goed zaad. Man 4 heeft een gezellige uitstraling. Prima voor de borrel, maar biologisch gezien niet de sterkste. De eerste keer vragen ze naar de man toe te lopen waarvan zijn kind zouden willen. De tweede vraag die we gaan stellen, met welke man zou je een gezin willen stichten? Dat is niet hetzelfde. Nee, dat is niet hetzelfde, want over gezin gaat het veel meer over zorg, over veiligheid, over binding, lange termijn zorg. Ik zeg 3 en 3. Ik denk dat een paar hele goede kandidaten voor dat gezin zijn. Oké, dames, stel je nu eens voor, je moet 1 van die 4 mannen uitzoeken. En dat is de man waar je in de toekomst of op dit moment een kind van zou willen. Welke van die 4 mannen zou dat zijn? Iedereen staat bij nummer 3. Ik was ook naar nummer 3 gegaan. Als jullie nog een keer terug willen komen, dames. Ik heb nog een keer een vraag voor jullie, eigenlijk met dezelfde opdracht. Loop naar een man toe, maar zoek nu een man uit waar je eigenlijk zeg maar gezellig een relatie mee wil opbouwen, een gezin later mee wil stichten. Ja, kijk wat er gebeurt. Er is iets veranderd. Opeens hebben alle mannen hebben een vrouw in de buurt gekregen en dit is nu precies wat de biologie doet. Het ziet ernaar uit dat man 3 hele goede genen heeft. Maar ja, misschien is man 1 wel een stuk betrouwbaarder als man 3. Dus vandaar dat hij nu meer vrouwen aantrekt.